Genade zij u en vrede van God, onze Vader en Jezus Christus, de Heer. Ik ben predikant en met die twee woorden, genade en vrede, begint elke kerkdienst. En vandaag groet ik jullie ook met die woorden, genade en vrede. Genade, daar wil ik het over hebben vanmiddag, want van genade, denk ik, ga je anders denken. Genade is iets geks. Het is er zomaar. Gratis en voor niks. Het valt je toe, opeens. Het is niet te plannen, niet te organiseren en ook niet te produceren. Je kunt het niet pakken of bezitten of verkopen. Je kunt er wel over praten. En je kunt er ook een zeker gevoel voor ontwikkelen. Sensibiliteit. Komend kwartier gaan we nadenken over genade. Nadenken, something completely different. En onze ontvankelijkheid. Een beetje trainen. How we experience the world. De tekst is weg. Dat is mijn oefening in anders denken. Over genade spreek ik inderdaad liever in het Nederlands. Want dan kan ik uitleggen dat de woorden genade en gein niet toevallig op elkaar lijken, maar dat ze alles met elkaar te maken hebben. Dat het synoniemen zijn. Bovendien, geloofstaal, dat is net als de taal van de liefde, de taal van het hart. En mijn hart is vertrouwd met goddelijke gein, niet met amazing grace. Daarom dus mijn verhaal in het Nederlands. Ted is een vrolijke explosie van ideeën, talent, verbeelding, creativiteit, daadkracht. Wat kan er veel? Wat een hoop energie komt er los? Wat kunnen we veel? En jullie kunnen ook veel. Om hier binnen te komen moest je solliciteren. Jullie zijn geselecteerd. En dat is niet voor niks. Dat is niet zomaar. Deze zaal zit vol met knappe en slimme en gedreven mensen. We kunnen veel. Maar we moeten ook veel. Die lat ligt hoog. We voelen de druk, de urgentie. We woekeren met onze tijd, met onze talenten. Er is zoveel te doen. Waarom heeft een dag maar 24 uur? Problemen bestaan niet. Wij noemen dat liever uitdagingen. Maar het zijn er wel een heleboel. Noem het kansen. Carrière. Je ontwikkelen, sporten, er goed uitzien, sociale contacten, familie, vrienden, kinderen. Ook dat nog, kinderen. Of nog even wachten. Als je veel kunt, is mislukken geen optie. Geluk is een keuze. Wat moet je kiezen? Keuzestress wordt kiespijn. En dan moeten we ook nog goede ideeën verspreiden, de wereld redden en heel anders gaan denken. We moeten zo ontzettend veel. Nou, genade heeft te maken met minder moeten. Dat gaat over mogen, over ontvangen. En daarvoor openstaan, dat de dingen samenkomen. Genade is een geschenk, dat wat je zomaar toevalt. Dat wat er gewoon zomaar is. Genade gaat voorop, letterlijk. Want ons leven is een geschenk. Wie wij zijn, wat wij zijn, het is ooit begonnen met een gave. Wij hebben ons leven niet gewild, niet gemaakt, niet gekozen, maar ontvangen van onze ouders. Dat is toch een merkwaardige gedachte, dat het meest intieme dat je je kunt voorstellen, ons begin, zich min of meer buiten ons om heeft afgespeeld. We hadden er niets over te zeggen. We zijn niet geraadpleegd. Wij waren er opeens zomaar huppakee. Het leven is ons gegeven. Onze ouders kregen een kind. En wij kregen het leven. Nou, zo is het eigenlijk nog steeds. De dingen die er werkelijk toe doen, alles wat fundamenteel voor ons is en echt belangrijk, dat kunnen we nauwelijks regelen of organiseren of produceren. Het is er zomaar en het valt ons toe. Dat je lijf het doet.
dat er muziek is en vrolijkheid en dat er gedanst wordt om je heen. Dat je opgroeit in een land waar eten is, dat de liefste van de wereld verliefd op jou wordt. Dat er kinderen komen, dat je aardigheid hebt in het leven. Dat die chemokuur aanslaat. Dat je talenten hebt en mogelijkheden om die te ontplooien. Ja, en dat de liefste verliefd op je blijft. Allemaal dingen die je niet kunt afdwingen. En het gaat niet over terecht of verdiend of natuurlijk. Dit zijn stuk voor stuk wonderlijke geschenken. Zomaar. Onbegrijpelijk. Genade. En nou wordt het spannend. Om de dingen die je zomaar toevallen te zien als een geschenk, dat is als bijzonder en prachtig en wonderlijk, dat is nog wel leuk. Aardig om er zo tegenaan te kijken. Maar geen gift zonder gever. En daar gaat het over in de kerk. Geloven is erkennen dat er een ander is. Iemand aan wie we de dingen te danken hebben. En dat is lastig. Ongemakkelijk ook. Want dat maakt kwetsbaar. Afhankelijk. Liever stellen we onszelf centraal. En nou, doen we alsof de dingen van ons zijn. Ik heb een vriend. Ik heb een mooi lijf. Dit is mijn land. En in kerkdiensten oefenen we de juiste verhoudingen. Wij leven bij de gratie van de ander. Vrienden, kinderen, ouders, buren, de mensen met wie je samenleeft. En wie dat wil, mag aan dat rijtje God toevoegen. Door stil te staan bij de dingen waar je dankbaar voor bent, train je je in het besef dat je leeft in relaties. Dat het geen verworven rechten zijn. Nou, dat maakt ontvankelijk. Ontvangen is wezenlijk iets anders dan verdienen of kopen of nemen. Wie iets neemt, koopt of verdient, zal het gek genoeg nooit krijgen. De tegeltjeswijsheid, geluk is niet te koop. Het is een vreemde paradox. Je ticket voor deze dag heb je gratis gekregen. Dat betekent dat Ted geen consumenten heeft, maar participanten. Dat betekent iets voor de manier waarop jij hier zit. We hebben met elkaar te maken. Wie iets krijgt, staat in relatie. Er verschuift iets. Het zwaartepunt komt buiten jezelf te liggen. En toen kregen we verkering. Door een geschenk ontstaat dynamiek en vervolgens gaat het heen en weer. Wie liefde neemt, koopt of verdient, blijft alleen. Liefde wordt je gegeven. Relationeel leven vangt aan met ontvankelijkheid. En die ontvankelijkheid, die kan je trainen. Relationeel leven is geweldig relativerend. Je hoeft jezelf niet meer zo verschrikkelijk serieus te nemen. Jouw plannen, jouw pogen, jouw streven, jouw je best doen. Dat wordt minder gewichtig, minder zwaar. Je wordt er lichter van. Het hangt niet langer allemaal van jou af. Er hangt zelfs verrassend weinig van jou af. En dan moet je ineens een stuk minder. Er is al zoveel. Er komt wat ruimte, er komt wat lucht. Je houdt je leven losjes in je handen. Je hebt het gekregen. Net als de zon op je huid, de adem in je neus, het licht in je ogen, het eten op de tafel en de mensen om je heen. Je kunt eindelijk gaan spelen. Wat is spelen? Spelen, dat is onbezorgd zijn, leven in het nu. Aandachtig, in het moment, jezelf in vertrouwen overgeven. Vrijen is een verrukkelijke vorm van spelen. Het bed is een prima plaats om te relativeren.
Maar er zijn meer manieren om je te oefenen in relationeel leven. Lummelen met vrienden. Muziek maken. Dansen. The Amazing Grace van het Scapino Ballet. Voetbal. Buiten zijn. Humor. Ja, dat is allemaal gein genade. Wij vinden spelen vaak niet zo gemakkelijk. Zijn we het verleerd? Het is blijkbaar lastig om te leven in het licht. En soms lukt het helemaal niet meer. Soms werpen wij zeer stevige dammen op tegen de genade. Therapie kan helpen om blokkades op te ruimen. En geloof op z'n best kan dat ook. Een paar kinderen worden bij Jezus gebracht. Zijn leerlingen hebben het druk. Ze moeten goede ideeën verspreiden, de wereld redden en compleet anders gaan denken. Die kinderen komen dus buitengewoon ongelegen. Maar Jezus ziet het anders. Laat ze maar komen, zegt hij. Hou ze niet tegen. Zij kunnen spelen. Ze weten hoe je dat doet. En hij zegent hen. Volgens de Bijbel heeft God gein in mensen. Hij ziet ons graag spelen. En omdat het leven en alles wat er verder werkelijk toe doet ons op onbegrijpelijke wijze is toegevallen, kunnen wij misschien eens een keertje stoppen met zoveel moeten. Dat vinden wij niet vanzelfsprekend. We zijn niet zo gewend om niet te moeten. Dat moeten we dus oefenen. Dat moeten we oefenen. Nee, dat moeten we niet oefenen. Dat willen we oefenen. Het leven is een geschenk. Net als die zon op onze huid. De adem in onze neus. Het licht in onze ogen. Het eten op onze tafel. En de mensen om ons heen. En nou gaan we iets doen. Aan het eind van elke rij komt zometeen een mand met druiven. En ik neem aan dat er ook wat zaallicht bij kan. Dat kan. Die druiven, dat is ons trainingsmateriaal. Het is niet moeilijk, maar wel zaak om heel even op te letten. Straks komen die druiven voorbij. Het idee is dan dat je die druiven niet neemt of grijpt of pakt, maar dat je ze krijgt. Ze worden je gegeven. Door je buurman of je buurvrouw. Zo doen we een kleine oefening in ontvankelijkheid. How we experience the world. Die druif valt je toe. Zoals heel veel je toegevallen is en toevalt in je leven. Hou die druif losjes in je hand, zoals je ook je leven losjes in je hand zou kunnen houden. Denk aan iets dat je ontvangen hebt, waar je dankbaar voor bent. Denk aan de mensen die je wat gegeven hebben. Er mag gepraat worden. Er mag ook gelachen worden. Het is maar een spel, een oefening in geinig leven. En toch ook serieus. Bloedserieus. En daarom zijn het rode druiven. Something completely different. Genade zij u en vrede.